Hallo, uw wensmensreporter is hier terug. En ik zit hier met Johannes Jolie, een leerkracht van de school De Buurt. Ja, een fantastische school die eigenlijk op een creatieve manier de jongeren in de buurt terug bij wil trekken. Dag Johannes, alles goed? Ja, alles goed. Alles goed. Ja, u heeft een fantastisch project gedaan in samenwerking met Yes en jouw school. De Buurt bestuurt. Fantastische naam, dat is eigenlijk zelf. Ik vind het heel mooi. Waar jullie dus eigenlijk op een creatieve manier die kinderen hebben ja, eigenlijk hun mening gevraagd. Ik vind dat wel iets fascinerends. Ja, wat was jouw eigen, waarom vind je dat zelf zo belangrijk, die aanpak? Ja, ik vind dat heel erg interessant om te zien ook dat kinderen echt worden betrokken bij hetgeen dat er in hun buurt gebeurt. Zij zijn uiteindelijk ook degene die veel in de buurt bezig zijn, die daar veel spelen, die daar naar school gaan, die daar leven. En ik vind het heel mooi dat ook die kinderen eigenlijk worden betrokken bij heel het proces van wat kunnen we allemaal doen in de buurt. En dat ze ook eigenlijk al merken van, wij kunnen een verschil maken. Onze ideeën worden gehoord en dat ze dan niet alleen nu, maar dat ze ook weten van later, als wij ideeën hebben of als we iets willen veranderen in onze wijk, in onze stad, dat mogelijk is. Dat dat ook mogelijk is van naar het stadsbestuur toe te gaan om zo'n dingen te bespreken. Alright, ja, dat klinkt wel super. En hoe gaat dat precies in zijn werking? Hoe krijg je de mening van de kinderen mee? Het is dus zo dat er een groep met vanuit Yes, een stadslabo van Gent, die zijn eigenlijk met onze kinderen op stap geweest en die hebben een app ontwikkeld specifiek om mening van kinderen te vragen. Een app waarbij er eigenlijk foto's worden getrokken en kinderen kunnen daar dan dat ergens een kleur geven naar waardering en iets kleins bijschrijven, ideetjes, dat kan zijn. Enerzijds klagen ze dingen aan, anderzijds zie je ook dat ze dingen fotograferen waarvan ze zeggen van oh, dat is wijs of oh, daar kunnen we iets mee doen enzovoort. Dat is eigenlijk de eerste stap geweest om die meningen te vragen en dan daarna zijn we verder gegaan en hebben we gekeken van wat komt er nu veel voor? Wat zijn de dingen waar dat ze echt mee bezig zijn, dat hen interesseert, waar dat ze iets mee willen doen? En dan zijn we gaan zoeken van wat zijn uw oplossingen, wat kunnen we daar nu mee doen, wat zijn de problemen die je ziet, wat zou mogelijk kunnen werken om dat probleem te vermijden of om dat te verbeteren. We zitten hier in de kamer met Joy, de medewerker en grote trekker van Lowmap. Ja. Inderdaad, Lowmap genaamd. Dat is een project dat wij met Yes VZW gedaan hebben op vraag van Stad Gent. Stad Gent was al langer bezig met de buurt bestuurd. Zij trachten te polsen naar het gevoel van de buurtbewoners in een buurt. Maar merkte toch wel dat ze geen contact vonden met de kinderen en de jongeren uit de buurt. Zo zijn ze eigenlijk bij ons komen aankloppen en hebben wij de vraag gekregen om bij de jongeren eens te gaan aftoetsen wat hun gevoel was in de buurt. Oké, en hoe verliep dat dan? Welke scholen heb je aangesproken? Hoe ben je daarmee begonnen? Wel, we zijn aan de slag gegaan met de school De Mozaïek, methodeschool De Buurt en de Sint Salvator. Die drie scholen zijn we aan de slag gegaan met het vierde, vijfde en zesde studiejaar. Echt fantastische leerlingen. Ze hebben heel intensief meegewerkt met ons gedurende drie fases in ons project. En zij hebben ons echt perplex doen staan van hoe creatief zij waren. Hoeveel inzichten dat zij hadden over de problematieken in onze buurt. En hoeveel ideeën dat ze eigenlijk ook wel hebben om die problemen op te lossen. Dus ik moet echt zeggen, we hadden gedacht dat het ging trekken en sleuren worden, maar de jongeren hebben ons er eigenlijk doorgesleurd en ons de ideeën gegeven en de oplossingen aangereikt om met de stad Gent daar verder mee te gaan. Oké, en vandaag, wat is er dan vandaag gebeurd? En denk je dat het gaat een zin effect hebben op straat? Gaan we daar resultaat van zien? Goed, wat was hier vandaag? Was hier echt wel het oogpunt van ons project. Zowel de kinderen worden nog een laatste kans hebben om hun gedachten te zeggen. En vooral Stad Gent en al zijn schepenen worden de kinderen bedanken voor alles wat zij gedaan hebben voor hen.
zijn echt wel, het rapport dat wij daarvan hebben opgesteld, ze waren enorm onder de indruk van de inbreng van de kinderen. En willen daar nu ook effectief iets mee doen. Goed, kunnen wij dat met zekerheid zeggen dat dat er gaat komen? Nee, maar laten we het hopen. Stad Gent, jullie zijn gewaarschuwd. Vinden jullie dat er in de politiek ook kinderen moeten zitten? Ja, ja, ja. Kinderen, ja. In de politiek! Kinderen in de politiek. Ja, ja. Misschien moeten wij een partij oprichten voor de kindjes. Met allemaal ideeën enkel voor de kindjes. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Ja? Ja? En gaan jullie dan in de politiek gaan? Ja. Je moet ook aan de volwassenen denken als je alleen maar aan de kinderen denkt. Want ja, wij worden ook nog volwassenen. Dus een grote burgemeester en een kleine burgemeester. Wat vind je van dat idee? Maar ja, dan ben ik het wel.